zeg maar niets meer. Ja, en laat nu maar zien wat jij stuurde, hè? Auw! Hé, stop nou even. Ja. Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij een soort van car mukbang opnemen ofzo. Een car mukbang, ja. Een car mukbang. En ja, dat was het eigenlijk. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan dus een car mukbang opnemen. We hebben dus wat eten gehaald. En meneer had zin in pannenkoeken. Dus we hebben pancakes gehaald. En daarbij hebben we een lekkere smoothie. En die hebben we zelf samengesteld met ijsjes. Laten we beginnen met de vragen die jullie hebben ingestuurd. Laten we maar even zien wat voor lekkers je daar hebt. Dames en heren, ik heb als allereerst een pannenkoekje met kaas en ei. Het ziet er wel eens een keer uit. Het ziet er wel een beetje keer uit, maar het is wel, geloof me, het is echt lekker. Ik heb een pannenkoek met banaan. Alleen, ik wilde eigenlijk gewoon koude banaan erop. Maar dat hebben ze me misschien niet gegeven. Enjoy it, babe. Thank you very much, princess. Zullen we gelijk beginnen met vragen? Of denk ja, je van... laten we beginnen met de eerste vraag. Wat is jullie bijzonderste moment samen? Dus ons meest bijzondere moment samen. Zo, dat is een goede vraag. Voor mij was het meest bijzondere moment samen... Ja, het meest bijzondere moment wil ik niet zeggen. Maar gewoon een bijzonder, heel bijzonder. Een bijzonder moment? Ja. Nou, dit is vaker voorgekomen. Dat wij dan gewoon naar elkaar keken. En dat we altijd precies hetzelfde dachten. Maar dat hebben we letterlijk elke dag. Ja, dat is waar. Maar toen we nog helemaal niks hadden. Dat we toen dachten van, wat de fuck gebeurt hier eigenlijk? Toen we nog collega's waren, bedoel je? Ja, inderdaad. Toen begreep ik helemaal niks. Ja, dat was echt gek. Op werk ook, als we dan samen gingen werken. We keken elkaar aan. En dat we gewoon niet eens beseften dat we hetzelfde dachten. Het snijdt wel kut. Ja, nou, ik wou net zeggen. Het is echt heel kut. Maar ja, dat vond ik een bijzonder moment. Voor de rest, er zijn zoveel bijzondere momenten. Bijvoorbeeld toen we naar Parijs waren gegaan. Ik vond dat is iets om nooit te vergeten. Alles wat we doen is in principe nooit te vergeten. Want alles wat we doen maken we gewoon super leuk. Bijvoorbeeld, we bowlen echt elke week. Letterlijk. Soms zelfs twee keer in de week. Ja. En elke keer... Normaal je zou denken van, hè, elke keer bowlen, elke week bowlen is toch saai? Nee. We maken het elke keer een nieuw avontuur. We maken nieuwe vrienden. Het is echt fucking... Maar überhaupt, wij hebben letterlijk nooit een saaie dag. Nee, dat is waar. Al zou de hele dag thuis zijn, is het niet saai. Ja. Okay. Dat is wel goed, man. Ja? Moeten? Hey, maar jij mag geen antwoord geven. Oh ja. Ik denk dat ons... Je mag niet hetzelfde zeggen. Ik vind, denk ik, het meest bijzondere moment dat je mij vroeg in Brussel. Echt? Dat vond ik wel heel erg bijzonder, ja. Omdat ik het zo niet had verwacht. Ik had het echt niet verwacht. Ik ken het wel eens, moet papi. Zie. Dat was dus op die TikTok van mij. Dat had ik gewoon echt niet verwacht. Dat was ook echt niet gepland hoor, dames en heren. Ik ga gewoon streamen met jullie zijn. Het was wel gepland om het een van die dagen te vragen. Want ik zei tegen haar van, weet je, hou twee dagen of hou een paar dagen vrij. En dan gaan we gewoon op pad. Nou ja, had ze toen gedaan. Zouden we eigenlijk een dagje gaan. We hebben er geen twee dagen, maar drie dagen van gemaakt. Nou, ik zie heel vaak de vraag van, wat is mijn afkomst? Bij deze jongens, ik ben Koerdisch. Nou, dan is dat ook de wereld uit geholpen. Iemand vraagt, komt je vriend meer in de vlogs? Tuurlijk. Hij komt in alle vlogs op dit moment. Jongens, niet raar opkijken als ik binnenkort zelf die camera ga pakken en jullie meenemen in de buurt. No cap. Hoe kennen jullie elkaar? Dat heb ik eigenlijk al heel vaak uitgelegd. Ja. Ik denk dat de mensen het ondertussen ook wel weten. We maar kennen... door werk, om het zo maar te zeggen. Door de GGD. Ja. Shout-out naar corona. We waren collega's. Wat is jullie key voor een gezonde relatie? Ja, communicatie. Wauw, dat wilde ik net zeggen. Ja. Communicatie is super belangrijk, jongens. Ja. Eerlijkheid. Communicatie. Ja. Respect voor elkaar, sowieso super belangrijk. Meedenken met elkaar. Elkaar supporten en alles wat we doen. Ja, dat is het eigenlijk. Je ziet gewoon mijn vetje. Toch iets? Ja. Ja, in principe is dat het gewoon. En ja, weet je.
Het gevoel moet wederzijds zijn. Als dat niet zo is. Ja, letterlijk. Dan kan je 2 jaar bezig zijn. Dan kan je 3 jaar bezig zijn. En je moet alles voor elkaar over hebben. Dat vind ik ook belangrijk. Als het niet wederzijds is. Dames en heren, dan moet je het laten roeien. Laat het varen. Als het niet wederzijds is, geloof me. Next question. Dan ben jij. Iemand zegt, hoe is mijn shot aan leren kennen? Ja. Ik ga stuk. Hoe lang zijn jullie al met elkaar zonder officiële datum? Al bij een half jaar of zo? Of is dat nog niet een half jaar? Januari, februari, maart, april, mei. 5 maanden. 5 maanden. En officiële relatie was op 22.04.22. Je kent het al. Om? 2 uur. Je kent het. Welk gedrag zou je nooit accepteren of tolereren? Jij mag dat van mij invullen, ik mag het veel invullen. Ja. Oké. Kijk dan. Nee, begin maar. Nee, want ik vraag het. Wow. Dus dan moet jij beginnen. Welk gedrag jij nooit zou accepteren van mij? Nee, van mij. Nee, maar ik moet het van jou vertellen. En ik van jou, en jij van mij, zeg maar. Oké. Okay. Wat jij nooit zou accepteren van mij, is als ik niet eerlijk ben. Als ik niet eerlijk ben, dus is gewoon koud hard lief tegen je. En als ik ja, ik denk dat dat het is. Alleen dat. Ja, toch? Dus als er een tikje aan je zit, is het goed. Als je aan me zit? Als er een tikje aan je zit, is het goed? Oh, nee, dat gedrag zou jij ook zeker niet accepteren, maar ik zou dat ook niet accepteren. Dus dat hoeft eigenlijk niet ter sprake te komen, liefst. Oké, okay. Dan is het goed. Je kent het. Als ik dingen achter je rug om zou doen. Ja, is dat zo? Dan zou je het toch niet accepteren of tolereren? Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Dat bedoel ik. Dat is zeker waar. Oh ja, nog even 1 ding. De vraag van net was iets met gezonde relatie. Daaraan wil ik nog iets toevoegen. Wat wil ik weer toevoegen? Ja, even ruiken. Ik had het zoiets goed in mijn hoofd. Nou, laat het lekker varen, jongens. Next question. Je wil ook eigenlijk wel weten wat. Ja, ik wil het ook weten. Ik ben het helemaal vergeten. Op welke manier ben je in de afgelopen 5 maanden veranderd? Wow. Ja, nu moet ik als eerste beantwoorden. Op welke manier? Ja. Heel positief. Echt heel positief. En jij? Ja, natuurlijk ook positief, maar... Oh, dat moet ik nog wel bij vertellen. Ja, toch. Het lijkt nu alsof ik met mijn rug naar je toe zit eigenlijk. Ja, ik vind het ook heel erg disrespect dat je zo op deze manier met me zit te praten. Want je ja, maar mijn rechterhoofd is gewoon niet mooi. Of mijn rechterkant van mijn hoofd. Ik wil daarom gewoon links zitten, maar jij wilt ook links zitten. En dat vind ik gewoon niet leuk. Nee, dat is gewoon niet leuk. Oké. Ik heb het altijd mooi. Dus ga maar even lekker recht zitten. Ja, maar geef maar een stukje van je pannenkoek, want je zit vol, zie ik. Hou mij vast, want nu heb ik eigenlijk wel zin in jouw pannenkoek. Godverdomme. En weet je dat het chill is aan pannenkoeken? Ik zeg je eerlijk, ik eet het morgen alsnog. Ik heb schijt. Morgenochtend ontbijt. Pak, hij is echt lekker. Wil je me misschien een hapje voeren? Ik wil die kant. Deze. Ja. Wat is veel? Wat niet zo veel? Je moet goed eten. Ga eens orsie. Niet laten lijken, hij is echt gewoon ziek. Dat is echt wel lekker. Hij is wel goed, ja. Zin in dit. Next question. Oké, nee. Op welke manier ben je de afgelopen 5 maanden veranderd? Ik ben de afgelopen 5 maanden sowieso positief veranderd. Ik doe lekker waar ik zin in heb. Ik geniet van het leven. Ik besteed nu meer tijd aan de mensen die die tijd verdienen, om het zo maar te zeggen. No cap. Oké. Ja, ik... Ik ben gewoon heel erg gelukkig op dit moment. Ik ben gewoon heel erg positief. Veranderd erin, denk ik. Wat is de belangrijkste les die je dankzij onze relatie hebt geleerd? Moet ik u antwoorden? Ja. Dat liefde bestaat. Dat is mijn belangrijkste les. Ik geloof daar niet meer in.
Ik geloof er niet in. Ik heb er nog nooit in geloofd. Je had er nog nooit in geloofd. Precies hoe ik dat zeg. Hoe ik dat zeg? Jezus. En ik denk ik dat vertrouwen wel bestaat. Wat jij met liefde hebt, heb ik met vertrouwen, zeg maar. Dan ben jij eigenlijk weer. Vind je hem misschien lekker? Misschien wel stiekem eigenlijk. Dan mag je hem wel opeten hoor. Dat moet wel van mij. Nou, mijn vetje komt de hele tijd uit. Welk compliment hoor je graag van mij? Yes, orde, ja. Wat jij mij geeft. Ja, wat hoor je graag? Wat hoor je graag? Van mij, welk complimentje? Nou, ik weet gewoon als je... Ik weet dat je het altijd meent als je het zegt, maar wanneer het gewoon echt oprecht meent, dat je me aankijkt en ik dan zeg, je ziet er echt heel mooi uit. Dat vind ik echt heel Het gaat op YouTube komen, hè? Mensen gaan zien waar wij mee bezig zijn. En jij? Is iets doen ook een compliment? Nee, hè? Nee. Oké, okay, Jan, welk compliment zou ik graag voor jou? Oh ja, en? Dus je zegt, ik ben trots op jou. En dat zeg je best wel vaak. En dat vind ik ook echt. Want ik weet gewoon echt altijd dat je het zo oprecht meent. Als je dat zegt. En dat... Maar dat is ook echt zo. Als ik iets zeg tegen jou... Ik heb gewoon een bepaalde manier van zeggen, dames en heren. Waardoor iemand gewoon goed kan beseffen van... Oké, deze jongen is nu serieus. Wat hij nu zegt, meent hij gewoon echt, echt. Ja. En dat heb ik altijd bij haar daar niet van. Ja, maar ik weet dat je het altijd meet, maar wanneer je gewoon echt zo streed tegen me bent... Nee, maar dat is wanneer ik er stil bij sta. Op het moment dat ik er stil bij sta, ben ik gewoon denk van, ja man, je hebt het echt laten lukken. Ja, klopt. Dan, hoe ik het dan zeg, is anders. Klopt. Maar jouw compliment, die mij wel goed doet, is best een moeilijke vraag, man. Ik zeg eerlijk. Nou ja zeg, ik weet niet. Nee, niet op die manier. Ik weet nog honderd dingen te noemen. Nee, hoor. Nee, maar ik probeer gewoon echt een goeie te hebben, weet je toch? Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nu klink ik als een slechte vriendin. Nee, zeker niet. Zeker weten niet. Verder, veel verder dan dat. Verder van dat. Ja. Nou, alsof ik je nooit complimentjes geef. Je geeft me altijd complimentjes. De grootste compliment en de fijnste het compliment. Het grootste compliment. Niet de grootste compliment. Wat ga je allemaal praten, man, de hele dag? Moet ik jou eens een keer gaan verbeteren? Het grootste compliment, oh. Ja. Wat verder? Kijk, nu camera staat aan, ze doet biggie. Maar jullie weten dan, niet. Hè? Heel de dag, ik corrigeer haar. Cap. Oh my god. Oh my days. Doe okay, dan. Is goed. Het grootste compliment, ja. Het grootste compliment wat ik van haar krijg. Tenminste vind ik, als ze me aankijkt en ze zegt, ik ben echt verliefd op je. Dat vind ik een compliment. Ja. Dat vind ik gewoon, is geen compliment eigenlijk. Maar ik vind het wel als, ik vang het op als compliment. Als wij elke week zouden vloggen, dames en heren, geloof mij en zo knol bij deze een bericht naar jou. Je gaat niet halen. Je gaat echt niet halen. Je gaat echt niet halen. Ja. Maar sowieso Sharon Ensko, die man is eng. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat jij je geliefd voelt? Jezelf zijn. Goeie vraag. Goed antwoord bedoel je? Goed. Ik bedoelde gewoon goede vraag. Zo van, het was echt een goede vraag die ik stelde. Jij moet nog antwoord geven. Mij aankijken. Ja, dat zegt eigenlijk ook alweer genoeg. Dat heb ik eigenlijk ook. Het is eigenlijk wel lekker zo met mijn voetjes naar buiten. Tfoe man. Dames en heren, wil je even haar voeten zien? Nee, mijn voeten zijn gewoon fucking mooi. Dus dat moet je gewoon niet. Oh, laat zien dan. Mensen met voetfetish, okay. Kijk, ik zeg er een streepje, dan kunnen gewoon even snel van die DM slijden. Banku per team. Banku per team. Ik krijg jou pas mijn groen. Hé, hey, dat is een bankie waard. Mag ik een vraag stellen? Volgens mij was jij eigenlijk aan de beurt. Oké, zou jij maar.
Wat was het eerste wat je dacht toen je me ontmoette? De eerste keer? Ja. Ontmoeten of zag? Ontmoeten is heel wat anders. Ontmoeten is de eerste keer dat wij in de waggie zaten en dat wij met elkaar praten. Oké, okay, dan allebei. Zien en ontmoeten. Oké. Okay. De eerste keer dat ik jou zag? Ik weet nog hoe ik eruit zag. Ik had een sportlegging aan en ik had een GGD-vest aan. Ik had mijn haar in een knot en mijn haar was fucking vet. Ik had geen make-up op en ik zag er echt uit als ik kijk. Ik was zo wit. Oké. Okay. Luister. De eerste keer ik zie jou op werk. Ik kijk maar van top tot teen en ik zeg... Nee, even serieus. Mami! Nee, doe even serieus. Nee, wat ik dacht is van... Wie is deze chickie eigenlijk? Want ik kon zeggen van Deventer. En toen kwam ik haar tegen en ik dacht gelijk dat ze naar Deventer kwam. Dus ik moet je kijken wat daar was. Ik zag zo. Weet je toch? Toen kwam ze aan mijn chickie doen aan onze, bij mijn werk. Toen kwam ze nog bij mij zitten. Weten jullie misschien of er mensen er nog in staan? Ik zag gelijk, zoals daar met die Balenci klakkaas vandaan gekomen. Ik zeg tegen die mat van mij, ik zeg... Nee. Ik zeg, wie is deze chickie? Maar dat zei ik niet tegen hem. Ik zei, het is rustig, hè, zei ik. En toen liep ik jullie straat in en jij was iemand aan het testen. En toen, die vriend van jou stond... Op snelheid. Die vriend van jou, die stond achter die ding. En toen was je net klaar met testen, liep degene weg. En toen keek je mij aan, maar toen liep ik eigenlijk ook weer weg. En toen zei je dus tegen die vriend van... Wie is deze Zina? Nee, ik zei eigenlijk, wie is deze stoute tager? En jongens, no cap, het eerste wat ik tegen haar heb gezegd in mijn leven was... Hoor, tijger. No cap, die cap. Nee, maar toen vaker werken, dit, dat, KitKat. Toen kwam de eerste keer na best een lange tijd. Dat was echt cap, dat was echt de tweede keer dat ze samenwerkten. Was dat echt de tweede keer dat ze samenwerkten? Oh, dit. Ja, kan wel. Tweede keer dat we samenwerkten. Toen gingen we bij elkaar, ging Kans bij mij in de auto zitten. Toen hadden we volgens mij 3 uurtjes gewerkt. En zaten we 5 uur in de auto. Te praten. Nee, met we hadden wel langer gewerkt, want we moesten van 3 tot 9. En we zaten echt tot 3 uur 's nachts in de auto. Klopt. Nou ja, toen gingen we dus praten en zo. En toen, de eerste keer dacht ik van wie is dit eigenlijk? Er was wel iets dat me aantrok. En toen ging ik met haar in gesprek en zo, in de pauze. Ze gingen gewoon een beetje praten over wie kennen we en dit en dat en kit en kat. En toen, van het een kwam het ander, zij zei van ja, weet je, als je een keer in Zwolle werkt, kom me checken, zei ze, gaan we samenwerken. Ik zei ja toch. Ik zeg, ja, maar dat was de allereerste keer. Ja, dat was gewoon de eerste keer, van zo toch even laten lijken. En toen werd mevrouw boos omdat ik haar niet ging volgen op Insta. Zei ze van, wat doe je HC, waarom volg je me niet terug? Ja, je weet toch, de boy is tranky. Nee, maar nog. Oké, waar was ik gebleven? Het komt er gewoon op neer dat de eerste keer dat we elkaar zagen, zei ik gewoon tegen hem van... Als je een keer in Zwolle staat, app me even, want dan kunnen we samenwerken. Maar jullie moeten het niet beseffen, app me even. 2 dagen daarna. Dus ik dacht, ik ga haar nummer vragen. Dus ik dacht, ik ga haar snap vragen. Dus ik dacht, ik ga haar Insta vragen. Hoezo, jij had me als eerst gedempt hoor. Ga niet laten lijken, man. Zal ik het erbij halen? Wacht, gisteren. Nee, ja, jij gaat niet laten lijken. Kijk, ik ga jullie straight zeggen. Oh, dan moet je die DM nu laten zien aan haar. Ja, want ze laat het lijken, dames en heren. Weet je waarom? Ik had haar nummer al. Omdat we hebben zo'n groepsapp, weet je wel. Ik had haar nummer al. Ik app haar, ze reageert niet. Zo is het helemaal niet gegaan. Ik zei tegen jou, app mij. Ik zei tegen haar, Elwe Tijger. Iets met dat. My Jigga, werk je... Timer. Luister, ik heb haar nummer. Of had ik je nummer nog niet? Nee! Oh ja, nee, klopt! Weet je wanneer dit gebeurde? De dag dat wij gingen samenwerken in Deventer, zei ze tegen mij van... Ja, de eerste keer dat we elkaar zagen. Ja, app me maar als je in dingen gaat werken, in Zwolle gaat werken. Dus ik dacht dat van ja, ik heb haar... pauze tegen dus jou. Dus ik dacht, ik heb haar nummer niet eens. Maar ze had haar Insta laten zien, nadat we waren uitgepraat, zeg maar. Toen dacht ik van, toen liet ze haar Insta zien en zo, ik zeg, ja toch... Ik zeg, nou, leuk en aardig. Dus ik kijk ineens op het rooster. Ik zie ineens, ik moet in Zwolle werken. Ik zeg, mij Jigga, werk je dinsdag centuurbaan? En het eerste wat ze zegt is, ha ha ha. En besef met hoeveel ahaha. Ha, ha. Ze zegt, nou, ha, ha, ha. Gaat gewoon laten zien hoor. Laat zien. Dat valt echt wel mee. Oh, het man. Ze liet gelijk zien wat daar was. Ze zegt, ha ha, ik ga stuk om jou. Ja, centuurbaan dinsdag 15:30. Dus stuurt foto, ik stuur foto terug. Ik zeg, oh, app mij even. Ik zit in mijn nummer. Zegt ze,
zeg ik zo, voor het geval je niet gaat reageren op je DM. Zeg maar beroemd. Ze zegt, haha, nee, app mij. Ik zeg, oh mijn god, ook nog HC doen. Ze zegt, haha. Daarna, toen postte ze iets. Toen zei ik, ja jongen, is goed met je post. Zullen ze weer, haha. Ja, en laat nu maar zien wat jij stuurde, hè? Wacht, een TikTok effe. Van Toxic Boys. Wacht even, twee tante secondes, waar. Zie dit. Ga je nu gelijk vertellen wat daar was. Dus laat het weer lijken. Zij? Oh mijn god, ik ga dit niet eens openen. Maar je moet het terugtrekken wat je net zegt. Je moet het terugtrekken. Even tussendoor. Niet lijken. Oké, laten we dit verhaal, we gaan veel te lang door op die vraag. Ja, ik wou net zeggen. Dames en heren, aan het einde van de dag, zij loefde mij en ik haar niet. En dat was... Wow, maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Grapje. Auw, auw. Het gelijk. Eerste keer dat ik je zag, dacht ik van, interessant. En de tweede keer dat ik je echt ontmoette, dacht ik van... Ja man, dit is wel een, dit is wel iemand die eigenlijk dezelfde denkwijze heeft als ik. En het mooiste is ook nog, dat we toen al heel veel dingen hetzelfde hadden, gewoon gemeen hadden, weet je wel. Bijvoorbeeld gewoon ons denkwijze, manier van doen, manier van praten, de manier van scheid hebben aan iets. Je weet toch, dat soort dingen, dat klikte gewoon allemaal. Ook met horeca, zaak. Ook met horeca, zaak, dit, dat, dat klopte gewoon allemaal. En aan het, je weet toch, praten, je weet aan het einde van de dag kan je ook gewoon zien hoe klein de wereld is. Want wij, ik ken mensen die zij kent, zij kent mensen die ik ken. En gewoon... Heel toevallig weer allemaal. Ja, hoef nu niet te shine in de camera hoor. Welke shine? Nee jongens, ik zeg eerlijk. Toen ik naar huis ging, een gehoorscreen met jullie zijn. Ik ging naar Oslo en ik dacht van, hè? Ik zeg, er is iets. Hij zei, dit gevoel in mijn buik klopt niet. Er klopt iets niet. Dat was eigenlijk misschien verliefd op het eerste gezicht. Nou, misschien maar dat... Laat me uitpraten met je neus. Neus? Ja. Ik heb een super mooie neus hoor. Nee, maar ik denk wel dat er wel een aantal libelles in mijn buik rond aan het vliegen waren. Libelles? Next question. Hoe voel je je als we niet samen zijn? Agressief. Ik ben ook gelijk chagrijnig. Maar we zijn letterlijk altijd samen. Dat is ook echt zo. Als we niet samen zijn, dan is het letterlijk omdat jij naar de kapper gaat. Is echt zo. Zoiets. En ze vindt het al jammer dat ze niet mee mag naar de kapper. Ja. Of als je gaat werken. Maar ja. Dan ben ik er soms ook al bij. Ja, klopt. Dus eigenlijk zijn we heel veel samen. Als we niet samen zijn of gaat het niet goed, dan krijgen we ruzie. Dat is eigenlijk best wel raar. Ruzie? Niet echt ruzie. Nee, geen ruzie, maar... Dan we raken snel geïrriteerd. Ja. Maar dat komt gewoon omdat wij dan niet samen zijn. We zijn gewoon snel geïrriteerd. Denk je dat we te veel tijd doorbrengen samen of te weinig? Genoeg. Sterk antwoord. Wanneer zijn wij als koppel een goed team? Dat is een hele goeie. Wanneer? Ja, wanneer? Altijd. Nee, maar wanneer zijn we echt als koppel gewoon van je weet dat mensen denken van, oh joh, daar zijn ze oorsje in. Omdat we samenwerken. In de zin van... Sluit gewoon weer aan. Op het moment dat wij de krachten bundelen, zijn we... Wij zijn Oshie. Echt een fucking goed team sowieso. Ja, dat is echt zo. Lip gloss. Ah! Met welk lied moet je meezingen als je het hoort? Ja, dat zijn er wel veel, maar... Nee, je moet allebei tegelijk hier zeggen. Hou mijn hand maar vast. We gaan het zingen. Wacht. Oh, ik weet het! Drie. Nee, wacht! 3. Wil jij het eerste stuk doen, dan doe ik het tweede stukje. Nee, tegelijk. Nee, want ik ben het nooit vergeten, maar ik weet ook wel welke het heb. 3, 2. Wacht! Ik vind het toch spannend, jongen. Wacht even, hoe heet die nou? Die was van André Hazes. Oh, ik weet het weer! Ja, oké, 3, 2, 1. Wacht! Nou! Oké. 3, 2, 1. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wil. Zeg maar niets meer. We fucken met jou. Zeg maar. Ja, toen wist je het niet meer. Zeg maar niets meer. Ja, je hebt het letterlijk verpest, man. Wees nu maar stil. Dit is de laatste keer. Laat het niet lijken.
Oké, okay. Wat voor soort dier vind je mij? Zo, de. Weet je wat jij bent? Een tijger! Nee, geen tijger. Weet je wat zij is, dames en heren? Ja, die gaat hij wat kut zeggen. Een kangaroo. Een kangaroo? Hoezo een kangaroo? Een kangaroo gaat ook heet. En weet je wat ik dan ben, dames en heren? Een schildpad. Weet je wat we een keer gaan doen? Ja. Ik ga jou een keer opmaken. Ben je helemaal lijp geworden, ja, man. Oké, als deze video 200.000 views krijgt, dan doe ik het. 200.000? Ben je helemaal gek of zo? Oh ja, dan weet je wat. Wie zijn de 3 mensen waar je echt niet zonder kan? 3 mensen? Vanuit vrienden, familie of wat? Nee, ik wil weten van jou. Voor jou, Matthijs. Ik heb namelijk een gedeelte derde plek. Ja, Ellen en Dylan zijn fucking zussen. Ja, nee, maar dat is gewoon, hun zijn gewoon in principe gewoon één. Zij zijn in principe gewoon één. Dat is dus jij, Margot, Ellen en Dylan. Even denken hoor. Kapsa. Kapsie, sowieso. Kaps. Weet je wat daar is? Die Florian. Florian, 100.000%. Ik heb hem helemaal nooit ontmoet. Nee. Van mij, G. Weet je waarom je hem niet hebt ontmoet? Omdat hij een harde werker is. Nee, hij is hoogst. Nee. Oh. Nee. Die man is waarschijnlijk iemands leven aan het redden. Daarom. Die man is een dokter. Ja, daarom. Shout out mij, Jigga. Ik ga niet voor takje. Maar, dus, Kapsa. 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 Die Florian. Ibi. Wie nog meer, man? Ja, ik heb heel veel goede vrienden daar niet van. Maar ik zeg je eerlijk, er is nog wel één Jigger. Die ik niet vaak spreek. Maar hij zit wel hier. En dat is NR, man. Dat zijn mijn 3 beste matties. Die ken ik ook niet, denk ik. NR ken je niet. Nee. Dat is die jongen. Nee, maar die hebben we nog nooit gezien. Nee. Maar hij is wel soldaat. Hij reageert wel altijd op onze films en zo. Echt? Ja. Wat leuk. En voor de rest heb ik sowieso nog veel andere. Ja, jiggers, tuurlijk. Ik heb ook toch wel wat. Die ik check. Ja, maar ja, ik zeg eerlijk, die boys waar ik. Ik kan nog 10 andere boys opnoemen. Waar ik gewoon echt goed mee ben. Waar ik nog steeds elke dag mee ben. En waar ik nog steeds gewoon hetzelfde. Niet precies dezelfde band heb, maar wel gewoon ongeveer. Ik kan nog 10 andere boys opnoemen. Snap je? Maar ja, we hebben het nu over de top 3. En dit is dan wel een beetje de top 3. Wat is iets dat je altijd aan het lachen maakt? Als jij bepaalde dingen doet, dan ga ik gewoon helemaal stuk. En dat weet jij. Dat weet jij. Gewoon soms, ook al ben ik fucking boos of wat dan ook, als ze dat erin gooit, ben ik niet tegen te houden. Vandaag aan tafel was ik ook zo boos en dan kijk ik je aan en dan kan ik gewoon niet meer boos zijn. Nee, weet je wat er gebeurt vandaag aan tafel? Met dat ze haar telefoon zo neerlegde en zo. Zei ik zo. En toevallig toen ze dat deed, keek ik haar aan en toen ging ze lachen. En toen, weet je wat grappig is? Nu expose ik je moeder ook wel een beetje, maar je moeder zei daarna ook van, what the fuck, zeggen ze. Zeg zo, eerst was ze fucking boos. Toen hebben jullie het niet eens uitgepakt of wat, en toen was het ineens weer goed. Dus ja, oogcontact. Maar wij kijken elkaar alleen maar aan, dan is het eigenlijk alweer goed. Maar we hebben ook een bepaalde manier van aankijken hoor. We hebben ook wel echt dat we soms naar elkaar kijken dat ik zo naar kijk. Nee, ik doe deze niet. Hoeveel kinderen wil je? 28. Kinderbijslag, zijn moer. Kinderen, 4 kinderen. Ossie denkt dus dat we een tweeling krijgen. Wij gaan een tweeling krijgen, man. Zie. Je hebt 2 van die kinderen uitpoepen, hè, op 1 dag. Nou, je moet gewoon persen, zo. Je moet gewoon persen, hè. Dat is ook ja. Zien als ze op z'n vlag hebben geperst. En jij hoeft helemaal niks te doen. Nee, je stopt er wat zaad in en dan is het klaar. Dan doe je er helemaal niks meer aan. Ik moet dat kind 9 maanden dragen. De kinderen. Ja. En dan moet ik het ook nog weer uitpersen. Weet je hoe pijn dat doet? Luister dan. Oh, jouw zaad. Vertel me wat over jouw zaad, hoor. Niet te veel takje, maar die toren is goud waard. Ja. Geloof me dat, is dat die toren goud. Auw, je tand had gewoon. Ja, maar dat doe ik even expres, want ik probeer hem wat wijder te maken voor die tweeling die erin gaat komen. Zie. Oh, je ding werd helemaal zuur. Wat heb je daar eigenlijk op je neusje? Nee. Kusje op je neusje. Nee. Kusje op je neusje. Heel gauw. We gaan de video afsluiten. Ja. Niet doen. Dat is niet 18 plus.
niet doen. Ossi, stop! Nee, hou nou op. Ga je er toch uit kunnen krijgen? Ik zit helemaal weer niet goed nu. Oké. Auw! Jongens en meisjes, dit waren de vragen. Er zijn echt nog super veel vragen, maar anders wordt de video heel erg lang. We gaan bij deze de video afsluiten. Als jullie nog een... Hou nou even op! Je moet toch even die... Nee, stop nou even! Je bakt er niks van! Dames en heren, thanks voor het kijken. Ze laten het weer te voor lijken. Daarom zeg ik ook, begin ook te liken, zodat ze niet meer hoeft te laten liken. En we gaan je snel checken bij de volgende video. Hou haar Insta in de gaten, hou haar TikTok in de gaten. Dames en heren, ciao!